Ja, ja. ja, hey, hey, hey. Oké, okay, toch even kijken. Uh, dan gaan we naar uh, Prins. Het Prins. Nou, kijk, Prins snapt mij tenminste. Is ook weer een Warrior Talk. Ik vond de Champions League vergelijking van Mike niet helemaal kloppen. Want de sterksten, zoals Real Madrid, Manchester City, etc. worden apart gehouden zodat ze elkaar niet tegenkomen in de eerste ronde. Maar ze mogen zelf niet kiezen tegen welke zwakkere teams ze wel komen te spelen. Dat wordt namelijk geloot. En zo hadden ze het bij Glory ook moeten doen. Hij zegt het precies goed. Ik blijf erbij. Ja. I don't give a f. <laughs> ja. Yeah. Zwakkere of niet zwakkere, het maakt mij niet uit. Ah, yeah. Dat had gewoon, in mijn ogen, wordt op deze manier de, de, de charmes van een toernooi worden een beetje verpest zo. Ja. Yeah, yeah. Omdat ik, het, mij, het maakt me niet uit of de zwakste uiteindelijk wint. Ja. Yeah. Dat maakt juist het toernooi zo fijn. Ja, yeah, ja. Yeah. Dat iedereen moet de kans krijgen om te kunnen winnen, yeah. iedereen. Iedereen. Ik... En, en als je de, de weg naar boven Sneaky Sneaky kan, I don't give a fuck. Ja, ja. Het maakt mij niet uit of je Sneaky boven komt. Ja, Dat jaar ben, je, ben je gewoon een kampioen. Ja, ja. Mark Schaaf heeft op zijn Instagram heeft hij een loting gedaan, volgens mij van 99. Ja. Hoe die loting ging. Ja. En dan zie je ook gewoon iedereen een balletje pakken. Die, je ziet niet wie bij wie. Gewoon, weet je, loten. Dat is echt ja. een loting. Ja, da daarom heet het een loting. Daarom heet het een loting. He Heette het, heet het een loting. Dat bij, bij Glory. Heette het de loting? Was de naam loting? Ja, toch? Was toch loting? De, de... drawing? De, de drawing genoemd? Ik, ik, ik weet niet precies hoe het werd genoemd. Laat maar ja, want anders was. moeten ze de naam, de, de naam veranderen. Want dat is geen dat... loting meer. Ah, ja, maar voor, ik weet nu. Uh, dus, dus maar oké, okay, even snel nog, nog eentje. Nog ah, Marinho, de eentje. tijd. Nog eentje, nee, eentje, kijken. Uh, Dit dus is een beetje voor jou, of een beetje voor jou. Vaka Marinho en Remy. Dit is off-topic, maar jullie hadden voorheen wel enkele toekomstige champs rondlopen. Daryl Sigman, Janos Nitschliplas, Daniel Ilunga, toen der tijd Glory Light Heavyweight. Oh ja, Daniel Ilunga was Glory Light Heavyweight, hè? ja. En uh, Damian Johansson, die zou debuteren tegen Jos van Belsen. Wat is er uiteindelijk gebeurd met Damian? Ik ben wel benieuwd. Vond hem vroeger een van jullie jong en opkomende kickbokstalenten? Ja, het is een uh, investering van je welste. Niet in uh, geld, maar in moeite. Moeite, uh, tijd. Tijd. Uh, hij was twaalf toen hij hier kwam, Damien. Vanuit Den Helder, elke keer dat kut-end hier naartoe rijden. Ey. En En ik ben een paar keer daar, toen moest ik sketches daar, baas. Toen dacht ik echt van, wat een rijden is dat? En ja. dat vier, vijf keer in de week. Ja, hij deed het wel, hè. Toen ik dacht bij zelf zelf al, van, ik bij mezelf, oké. Daarom, omdat hij dat deed, ja. dacht ik van, ik ga tijd in me stoppen. Gewoon free of charge ga ik tijd in me stoppen. Ja. Veel tijd erin gestopt. En Marine ook zei zeggen. Soms moest hij bijvoorbeeld vechten. Ja. In een, eigenlijk een kutperiode. Ja. Dan waren mijn kinderen hier thuis. Vakantie. Ja. En dan zag ik vier dagen rijden in Rusland. Ja, ja, ja. Achter ja. denk ik van. Kut. Maar op dat moment denk ik van, hey, je van. Je wil dat hij wint. Je wil er alles ja. in stoppen. Uiteindelijk. Uh, weet je. Uh, ja. Heb je acht kijk terug. Denk je bij jezelf. Shit man. Ja, gewoon ja. tien jaar lang hebben we, er, hebben we erin gestopt. Ja. Weet je, want op een gegeven moment kwam jij er ook bij. Ja, ja. Ging jij ook uh, tijd erin stoppen? Ja, Turkije, je? Roemenië, Turkije. Ja. Je ging hem ook petsen, weet ik ja. het allemaal. Ja. ja, is gewoon kut. Ja. Weet je, want hij had uiteindelijk het contract. Ja. We binnen twee jaar contract, volgens mij drie partijen volgens mij. Ja. En toen kreeg Jos van Belze uh, als eerst corona. Ja. En toen daarna... Ging Glory niet door door corona. Ja, ging Glory niet door door corona. En toen hadden wij allemaal ja, corona nee, hier nee, in de tent. De hele sportschool, ja. hele sportschool had ja, gewoon... gewoon uh, althans, ja. de, de medewerkers. Nee, nee. En ik had het zwaar. Nee, ik niet. Ik had het zwaar. En Damien ook. <lacht> <lacht> en Damien ook. Ja, ja maar ja. dat was... Uh, ja. Kijk, hij had... Ja. Hij zat er wel, alleen... Jij zei het ook een keer tegen mij. Kijk, misschien is misschien tussen haakjes een beetje zijn pech geweest dat hij misschien iets te, nou niet te vroeg begonnen, maar hij heeft lang heeft hij, die die passie gehad. helder al meer, den ja, helder. Ja, Tijd lang lang breekt je op. Ja. En ja, op een gegeven moment eigenlijk was hij er eindelijk bij Glory. Ja. En toen en dan die dingen, kwam, toen corona kwam Corona en zo. Ja, corona, en toen... en die, die periode van Corona heeft hem opgefokt. Ja. Ja. Je ja. hem opgefokt. En vind vind ik wel jammer hoor. Ja. Want dat, dat is het ondankbare van trainer zijn. Want alle moeite en tijd dat je erin stopt, krijg je nooit terug. Nee, nooit. nee. Maar ja, dat is. Ja. ja. En dat, maar dat is ook de liefde voor de sport. Ja, ik wilde net zeggen, je gaat je. Je gaat ja. ook niet met die gedachten erin. Maar ja. je, je hoopt wel dat je al die moeite die erin stopt, dat er eigenlijk een soort van terugbetaalt. En terugbetaald hoeft niet per se qua geld. Ja, maar terugbetaald in zijn prestatie bij Glory. Bij Glory staat hij met zijn hand in de lucht. Ja. En hij dat kan geen geld de... tegenop ja. En hij was zo goed, jongen. Ja, ja, man. Ja, man. Zo fucking goed. Ja, en, hij, en hij is nooit op zijn top niet eens geweest, hè? Dat bedoel ik. En hij is nu nog niet eens. Hij is... kan nu nog niet. Nu... Hij, is... hij, hij dus... is nog geen 26 of 27. Nee. 40, hè? nee. 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 Hij, dus weet je wat het is met Damien? Soms. De, 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 de Super Saiyan moest nog komen. Ja. ja. Die ja. moest nog komen. Ja. Want af en toe had hij dat hij. Alsof hij met de handremderen opvocht ja, en ja. dan was hij alsnog beter dan de anderen. Ja. ja. Maar ja. Ja. dan had hij ook nog dat, dat jasje af moeten doen. Zo van, oh, oh, wacht. Ja, weet je ja, nog wanneer ja. die meiden hun oorbellen. Oh, oh, je hoort okay. knokken. Je hoort knokken, wacht even. Ja. ja, ja. Dat, dat had dat hij een weet... beetje moeten hebben, dat valse van, oké, okay, weet je ja. wat, nu ga ik je helemaal kapot maken. Ja, ja. Weet je, dat, dat moest nog gebeuren. Ja. Voor de rest was hij een toffe gozer, aardig gozer. En ja, ja. ja, ik vind het nog steeds jammer dat ja, hij. Jammer. De... Ja, jammer. Leuke periodes met hem meegemaakt ja. ook. En, ja. en hij, is ook, hij is ook een rustige, hoe zeg je dat? Down to earth. Ja. Geen poehaar. Geen poehaar. Niet wild in nee. het buitenland en zo. Nee, uh, nee. Weet je, vaak waren we ook gewoon met. Je, je hebt van die jongens die willen altijd dan bij een bepaald groepje horen, toch? Ja, ja, ja. En hij uh, wild bij dat groepje proberen te blijven lopen. Ja. Als ik met Damien legde, was, hadden we well, gewoon met z'n tweeën chill, ja, ja. lekker lopen, On ontspannen. in het hotel ontspannen. Ja. Dus ja, uh, well, Damien, kom snel weer even trainen. Hij was even gekomen, hè? Even gekomen. Omdat ze met Matty Jeremy er was. <laughs> Matty Jeremy was in het land. Yeah, yeah. Kom je ook even trainen? Onze en, ik, en, ik, en, ik dacht, en ik dacht, en ik dacht van, oké, okay, hij is weer terug. Mooi, <laughs> mooi, precies dat. Ja, ja. precies. Dus, uh, okay, maar ja. goed, laten een, we doorgaan, laten doorgaan. we doorgaan. Ja. Er komt geen einde aan. Hey, hey, ja. Warrior Talk hebben we gehad. Ja. Oh ja. Wat de... Mario. Hm, Mike belde me op. Hey, de afgelopen ja. dagen heeft hij me bijna elke dag. Ja? Nou, we hebben gewoon lekker gekletst. Hij, uh, hij belde ook. Of, hij belde, of wij belden hem toen in de auto op de terugweg. Ja. Want, ik, uh, 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 yeah. Want jij waardeert het altijd als ze komen toch? En ja. als ze die hebben. Dus dat is. dat is leuk, Ik waardeer het heel erg als die mensen helemaal naar Capella aan de zijn gekomen. Om daar in de studio met ons te gaan zitten. Ja. Ik had echt gehoopt dat het studio ergens in het centrale lag. Utrecht, Amsterdam. Amsterdam. Oh. Ja. Maar, ja. had, maar goed. Hij, um, hij belde. We hij hij belde. gaat belde. Hij zo met elkaar te praten, weet je. Ja, en ja. op een gegeven moment kwam hij best wel met een, een statement waarvan ik dacht: van, Oh. Van die kant had ik het nog niet bekeken. Mag ik het zeggen, die statement? Ik mag het zeggen. Wat, wat was die statement? Nou! Wat zei hij? hij zei tegen me: van ja, Remy, Glory is een hele toffe organisatie. Maar ze moeten iets aan die marketing doen. En wat bedoelde hij? Hij zei tegen me van... Neem hey, je kijk. Pereira is bij, heeft bij Glory gevochten. Toch? Ja. Nou, Pereira ja, slaat gewoon iedereen ook uit. In Glory, binnen Glory. Ja. Dan gaat hij op een gegeven moment... Met, met, met alles wat hij heeft... Gaat hij naar UFC. Ja. Bij Glory... Nou ja, we hadden in een in uh, toen hij tegen Jason Wilders vocht, was in Utrecht. Uh, nou, ik denk dat er nog geen uh, 2000 mensen zaten. Ah ja, toch? Ja, ja. Gaat hij naar UFC? 40.000 man. Ja, yeah, ja. Yeah. Willen we hem zien vechten? Yeah, okay. yeah. Ja. Oké. Arsanya. Ja, tuurlijk. Misschien was hij nog niet op zijn hoogste level. Ja. Yeah. Maar het was een flamboyante gozer. Ja. Yeah. Van alles. Heeft bij Glory gevochten. Yeah. Gaat naar UFC. Yeah. Wordt een superster, superster. van Ja. Yeah. Ja. Yeah. Yeah. Uh, Verdwijnt bij ons. toen het een hele goede vechter. is. Vakitof. Wakitov is was... gewoon van pareren. Ja. Is gewoon de pareren killer. Begrijp je? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Is gewoon weg. Ja. Yeah. Uh, Maslon Le heeft leek ook een beetje weg te gaan. Hij staat nog steeds onder contract hoor. Yeah. Maar maakte ook zijn weg nu naar uh, MMA. Ja, als we niet uitkijken, zie je straks ook weg. Yeah. Moeten zij hun marketingstrategie niet veranderen? Ja. Uh, yeah. yeah. waardoor, waardoor de jongens die ze nu hebben. Want kijk, hoe je het went of verkeer, ze hebben supersterren. Yeah. Ja, kijk. Dingers doet het eigenlijk ook zelf. Hè? Wie? Kijk, uh, Glory promote Rico ook niet echt. Hij, ze promoten Rico wel, ja. maar Rico doet veel zelf. Ja. Waardoor hij in de picture komt. Nee, maar, maar uh, dat, dat zeg je goed. Alleen wat ze wel doen, als hij eenmaal moet vechten, ja. dan gaat er een machine draaien. Ja, ja, ja. Zouden ze niet ook sterren moeten creëren voor de toekomst? Ja, sowieso. Maar kijk, ik vind dingen zo ook, hè. Omdat, om omdat, de jongens die nu rondlopen... Mm. geloof het niet, Marino. Er mm. zijn sommige jonge jongens nu binnen Glory... die eigenlijk dat podium verdienen. Het mm. niet krijgen. Straks zijn ze weg. En dan gaan ze bij de buren. En daar worden het sterren. Ja. En dat zou ik heel jammer vinden. Ja. Voor ons, voor Glory. Dat zou ik heel jammer vinden. Ja, want als, eigenlijk als je kijkt, hè... Um... Los van Rico, niemand wordt echt als ster gezien behandeld. behandeld. Kijk, Abena niet, ja. Tijani niet, Wisse niet. Terwijl het allemaal kampioenen zijn, hè? Ja. En kijk vooral Wisse, hè. Kijk hoe hij kampioen. Hij is wel, ja, uh, hij is echt de beste en hij is next level kampioen. Hè? Ja. Ik ben, heb het echt over een goede kickboxer, echt een hele exceptionele kickboxer. Ja. Een ja. exceptionele kickboxer. Dat vind ik ook van, uh, van Tijani. Ja. Dat vind ik ook van. Uh, um, jezus, weet het nou. Zemelier. Ja. Exceptionele vechters zijn dat. Ja. Die niet de komende jaren weer. Want als ik naar de lijstje eronder kijk. zeg ik niet direct van. Oh, die lijkt echt wel op, uh, op die vechter. Ja. Ja. Begrijp je? Ja. ja ik weet het ik geef je er ja. nog eentje: ja. Doembe. Oh ja. Doembe. Ja. Eigenlijk ook een exceptionele kampioen. kampioen ja. Met zijn flamboyante hier en daar ja, kikkerboe ja. maken. Want hij maakte ja. bij Nicky Holzen, ...maakte die kikkerboe. Ja. Daar hadden ze het veel sneller op moeten pakken, pakken hoe hoor. hij in de ring stond. Ja. Gaat nu weg bij, bij Of is weggegaan bij, uh, Glory. bij Glory. Gaat bij PFL vechten. Ja. Hey, binnen 20 minuten verkoopt ja. hij gewoon de hele stadion. Ja, ja. ja. <coughs> ja. ja. Wat ja. zegt dat? Over de marketing van. Lorde. Lorde. Het zijn niet mijn woorden, maar dat waren het woorden van Mike. Uh. En ik sta achter deze woorden. Ja, ik nee, klopt wat hij zegt. Ik kon, ik, ik zat te denken, zo. Hij ah, heeft best wel kijk op. Hij uh. ja, ja. stapt wel wat van. Uh. Ja, ja. ja. Dacht ik, zo. Ah, ja. ja. Ik had het niet eens van die kant bekeken. Ja, Dat ja, klopt. Dat ja, klopt. En zo ja. zijn het denk ik. Meerdere kansen die we met z'n allen moeten grijpen. Weet je wat ik ook vind? Al die jongens, hè, misschien heb ik het al eerder gezegd. Al die jongens met een telefoontje, klein cameraatje, klein microfoontje. die moeten meer props krijgen. Die jongens met die kleine media. dingetje. Weet je, ook al is het. of het nou chamstalk is, of het nou. Uh, sterren voor de toekomst. So, of het nou. Yeah. Weet je die andere. Uh, Giovanni, uh, Giovanni Chin. Yeah. Weet je. Al die gasten die hun eigen vrije tijd. Yeah. liefde voor de sport hebben. Yeah. die zouden ze meer moeten waarderen. Yeah. Omdat. wij zijn geen NOS. Waar ze een een of andere stagiaire sturen van. Hé, hey, ga jij even kickboxen doen? Ja. Yeah. Of weer een, uh, een, 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 een journalist die ze erop afsturen van naar die yeah. persconferentie van. Hey, denk je dat je gaat winnen? Ja, ja. Ja, ja. Begrijp je? Ja. Maar dat soort kutvragen. Ja. Weet je? Ja. Dan denk ik bij mezelf: van ja. En dan soms worden wij een klein beetje zo naar achter geduwd. Achter een paal? Achter een paal, schuin achter de kamer. Weet je? En de RTL-4's, de Telegraaf, de AD, NOS. Allemaal voorin. Ja. Yeah, ja. Yeah. Maar die zijn er niet altijd. Nee. Nee. Die zijn er niet altijd. Soms blijft wanneer gewoon leeg. wanneer oh. er een klein galatje is van Glory. Een genummerd galatje waar ze een zaaltje van vier 5.000 mensen. En waar ze geen catwalk hebben. Waar ze geen catwalk hebben. Wie staat er wel? Ja. Yeah. Daar staan wel al die kleine media. Ja. Yeah. Die wel het, het volk bereiken. Het, yeah. De, de diehard bereiken. De die ja. Ja. Maar ja. die moet ze meer waarderen, man. Ja. Want soms heb ik het gevoel dat we een beetje ondergewaardeerd zijn. Maar wij zijn wel de mensen die echte liefde voor de sport hebben. Ja, ja. Weet ja. je, want ja, of ik nou weggestuurd ga worden bij Videoland. Of dat Glory me niet meer, niet meer erin laat. Ja. Ik blijf nog steeds praten over vechtsport. Maar dat is ook dit, dit wat we ook hier doen. Alla ah, laten we nul kijkers. Begrijp je? <laughs> ja, ga Oké, okay, twee kijkers. Laat ja, oké, okay, euh, wel twee. Er <laughs> moet ja. wel iemand kijken. Ja, iemand, ja. Zijn wij het zelf? <laughs> wij klikken hem zelf aan. Yeah. Nee, ja. maar, nee, maar dat klopt wat je Het, het, is, zo, het is echt zeg. zo. Wij, we zouden iets meer waarderen moeten krijgen vanuit ja. zo'n organisatie, weet je. Ja. Ja. Die zegt van, nee, luister. We hebben hier... We hebben AD en Telegraaf en weet ik wat allemaal. Ja. Maar deze jongens zijn er wel altijd. Dit zijn de maar... kenners. Hé, hey, Marino, ja. jij rijdt toch ook helemaal naar... Ja, ja, ja. Weet je? Ja, ja, jij rijdt ja. helemaal naar weet ik veel waar. Ja, nee, of Duitsland ah, waar begrijp we. Begrijp je? Gaan, naar kleine, Duitsland. Kleine, ja. kleine gala waar niemand is. Weet begrijp je? je? Ja. En daar, daar zie je die Telegraaf niet nee, hoor. Natuurlijk niet. Uh, daar ja. zie je ze niet. En niemand, niemand betaalde onze reiskosten of weet ik wat allemaal. Begrijp ja, je? Ja, ja. Ja, maar ja. Ja, nee, dat maar los van maar, 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 Ik vind die kampioenen moeten ze wel echt. Ze moeten het echt, uh, ik vind zo'n wisse, weet je. Kijk, kijk zeemeleer ook, man. Dat, 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 moet je toch, dat moet toch uitgebuit worden. Dat, dat moet je toch moet uitgepakt worden, to ja. ja weet je. Zet er een cameraploeg op. Uh, ja, weet je, laat hem lekker. Uh, laat vertellen wie hij is. Ja, is, yeah, ja. Yeah, yeah. dat, is, dat is allemaal niet genoeg. En, en oh ja, dat, dat is het laatste wat ik erover ga zeggen. Yeah. Kijk, want er wordt waarschijnlijk geroepen, er is geen budget voor. Ja. Dat weet ik zeker. Dan ja Ah, maar kijk. Jullie vergelijken ons met UFC. Blablabla. Ja. Waarin, joh? Zal um, ik je wat vertellen? Ja. Die ringmeiden... Ja. Weet je waar ze vandaan komen? Nee. Die worden gewoon binnengevlogen vanuit Amerika. Ja. Die meiden worden oh, op. Oh ja, ja. En dat zijn elke keer dezelfde meiden. Ja, ja, ja. Maar hebben wij niet hier in Nederland een paar meiden die gewoon met een bordje rond kunnen lopen? We hebben er genoeg. Genoeg! Genoeg. Die ja. betaal je wat? Wat, wat, wat? Een, een, een wat, 50, 20 ja. euro de uur of zo? Ja, ja. 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 Zijn ze al lang blij mee? Dat is een mooi ja. jurk. Internationale ja. tv staat dus, op hun kop. Ja, ja. Ze draaien, lopen, zo'n rondje met zo'n uh, ja. zo bord. Met bordje. Ja. ja. Maar nu worden ze ingevlogen. Ja. Ze krijgen dik betaald. Ja. Vliegtuigkosten, hotelkosten. hotelkosten, ze moeten eten, weet ik wat ja. allemaal. Ja. Hé, hey, zet daar een streep door. Dat, dat geld wat je hebt voor die meiden, ja. hey, geef het aan zo'n ster of althans een ster die niet behandeld wordt als een ster, yeah. zo'n Semeleer, zo'n Wisse, zo'n yeah. Tijani, yeah. zo'n Abena, weet yeah. je? Yeah. Geef dat geld aan hun, yeah. maak een documentaire van hun, van hoe fucking goed ze zijn. Yeah. En, en want wat je weet is, dat zijn de sterren van de yeah. sport. Weet je en maar wel... niet die meiden die daar rondlopen. Ja. Ja. Weet je wat me we wel ook goed is bijgebleven? Dat, uh, kijk, Abena was ook pas 21 toen hij daar tegen Parera ging. Ja. En dan moest hij nog gewoon nog werken en zo. Hoor. Ja, ja. En dan zit je bij Glory en dan hij tegen Parera. Ja, ja, tegen een Snap killer. Je? Ja. ja, dat zijn wel heavy dingen, hoor. Ja, dus, uh, maar goed. Okay. Dus uh, ja. daar had ik het met Mike over. Okay. Ja, ja. Gaan we even ja. door. Uh, ja. Even maar, kijken. Maar, 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 maar nog iets, iets anders, Mike. Want je hebt Mike, toch? Ja. Die comments, heel veel mensen zeggen van, hé, hey, maar fuck een Mike. Lijkt net of hij... Hij vindt die loting vindt hij goed en, en, en hij... Ja, vindt, hij, hij, hij oogde ja. wat, hoe zal ik het zeggen? In die comments was ook van, ja, lijkt het niet of je niet voor Jamal opkomt. Ja? Dat, dat stond. Dat, ja, dat zeiden dat, ze. Dat, dat zeiden dat, ze, ja. ja. Maar, maar was dat echt zo? Ja, maar was dat, was, was dat voor jou zo? Nee, niet. Ja, voor mij, ik vond het wel vreemd dat hij, dat hij die loting heel goed vond. Ik snapte dat niet, dat hij dat goed vond. Ja. Nee, ik, 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 ik zou je eerlijk zeggen, dat begreep ik ook niet helemaal. Ja, en van die uitleg, hij begreep mijn uitleg volgens mij ook niet. Nee, en we wilden niet te lang erover, nee, erover zeuren. hij had het er ook over tegen mij, van ja, maar, uh, hoe heet die? Uh, Mahadin en Nabila Kagab. Ja, hij zei van, ja, maar die waren toch zelf laat? Ja, wat bedoelt u met die waren laat? Ja, ja, ja. Maar hij bedoelt, volgens mij waren ze laat aangekomen door ze laat. Maar dat heeft niks te maken met dat. Het... Niks met die Ja, dus ik, ik snapte het niet helemaal. Ja, ja, ja. Maar ja, je kan daar natuurlijk niet, uh, weet je. Je kan het niet helemaal vlammen. <laughs> helemaal daar. tien minuten. Ja, ja. Mike, wat bedoel je? Ja, dus, ja dat dus, uh, je Anders krijgen ze zo'n. Welis niet. De dus wel ja. bal gaat heen en weer. Ja, ja, ja. Dat ja. moet je ook niet hebben. Nog één ding, nog één ding. We hebben Nog één ding, nog één ding. Er was ook een goede comment. Die schiet me ineens te binnen. En hij had best wel gelijk. Hij zegt. Ja, wat is het nou? Jullie eerst doet drie kan niet mee, jullie willen dat hij meedoet. Doet hij eindelijk mee? Is het weer niet goed? Want hij heeft niet goed gekomen, zo. Dat gaat helemaal niet over. Dat gaat helemaal niet. Nee, dat gaat niet zozeer over. Of, uh, Verhoeven? Ja. Dat gaat niet zozeer over hoeven. Het ja, ja. gaat alleen de manier waarop. Ja, maar iemand onderin die komt, die zegt dan van nee, Marin en Remy bedoelen niet dat Het gaat niet om rico. Het gaat om de manier waarop. En ja. de loting. Het gaat niet daarom. Het gaat helemaal niet over hoeven. We willen hem helemaal niet ver, ja. helemaal afkappen. Het gaat erom de manier waarop. Ja, we, ja. Weet je, als je gewoon vanaf het begin had geroepen van hé, hey, ik ga meedoen met het toernooi. Ik heb al ben al tien jaar kampioen. Ik ga meedoen met het toernooi. Vanaf het begin hè, en niet ja. pas van je ziet van oh, het ziet er oké uit, oké, daar ga ik mee. Ja, ja. En dan komt er een of andere ja, gekke loting, je mag niet eens een loting noemen. Dat ja. vond ik een beetje gek, dat ja, gaat ja. niet zozeer om verhoeven, ja. maar het gaat erom ja, de ja. manier waarop. ja, ja. ja. Dus ja. Dat... Maar ja, zo zie je maar. Maar ik, ik ken veel comments, dus voor de mensen die denken dat ik de comments niet lees, ik lees ze allemaal, Goed, allemaal. Ze, ze, hebben een klein, ze hebben wel een kleine documentaire over, uh, over Jani. Die... Ja? Weet je niet? Oh ik had, ja, ik had een stukje gezien over dat hij. Uh, ik wou was, net zeggen. Hij was een Suriname. Die Tijani. Die, die, die die puppy hier <laughs> die zo. Die, hoe noemen ze dat dan ook weer? Hoe noemen ze dat als... Die fanboy. Die fanboy. Ja, je nee, bent nee, nee, gewoon nee, een fanboy annaam. van Tijani. Die groepie, die groepie. Ja, dus. Die, ja. Ik, ik dacht, hoe weet je het niet? Nee, nee, nee. nee ik Jij had, moet ik als had, eerst horen. Ja, ik had eentje, was ik je had, er niet bij? Nee, nee, nee. Nee, <laughs> nee, nee was, ik had wel een stukje gezien dat hij in Su was. En dat hij vanuit Su direct weer. Uh, uh, ook weer naar Marokko ging. Ja. Nee, die? Die docu van Tijani. Ja, maar er is een andere. Er is een andere weer gekomen. Er zijn vier, vier delen of zoiets, toch? Of nee, ik weet het niet. Laten we het anders vertel, zeggen. Vertel. Uh, vertel. Een van de. Uh, ik zal zijn naam niet noemen, maar een van de. Uh, uh, de redacteur. Ik weet niet ja. wat hij precies is. Ja. Maar hij stuurde mij een, uh, een, een filmpje. Ja. Dat ze weer. Uh, hij zit dan gewoon. En dan praat hij over zijn Rising. Weet je, over oh. zijn, hoe hij van. Ja, jonge jongen getekend werd. Of volgens mij was hij 18, de jongste. Vechten van Glory. Yeah. Weet je, ooit getekend. Yeah. En dan hoe hij omhoog is geklommen. Ja, yeah, ja. Yeah. Daar had hij de hele tijd over. Met zijn ups en downs. Ja. Yeah. Weet je, in de ring. En yeah. Enzovoort, Nou, het is niet echt een documentaire, maar hij zit gewoon op een stoel. Yeah. En and daar is hij aan het vertellen. Oh. Waar, wow, YouTube? Ja. oké. Oh, oké. Okay. Ja. Okay. Want yeah. jij gaat okay. er vanavond zeker kijken. <laughs> vanavond salade. Hé, <laughs> hey, je komt yeah. thuis. Hè. Yeah. Ah, het was leuk, het was leuk. Yeah. Oké. Okay. Grigorian ziet ja. Hoe voor je Ja, of, of ja, you ja, ja uh, nou kijk eerste, ik vond voor eerste, ronde was ziet Ik vond hem wel goed, hoor, ziet het is volkomen goed. Ja, je ja, trap, pop, 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 maar Grigorian die kwam wel stevig vooruit. Hij kwam stevig vooruit. Man. Maar, maar, ja, maar, maar oké. Ja, okay. ja Grigorian dit jaar niet. Ja, ja, deam, ja, deam. ja precies dat, ja. precies dat. Ja. Ja, ik zie dit jaar niet toch als een ander soort vechter. Weet je, ik zeg niet dat hij makkelijk van Grigorian wint, maar ik zie hem niet zoals hoe ze... Ja. Kijk, die constante ik, druk. Die constante druk. Dat ja. heeft hij nog niet meegemaakt. Witte ja. niet. Hij heeft niet die constante... Wie van wie? Korpje Velensky? Ja, in de laatste ronde wel. Ja. In de laatste ronde. Maar, maar hij, vijf hij veel, rondes lang. Had hij veel gegeven. Vijf rondes lang. Die ja. druk. Van Grigorian. Ja, maar, die, ja, maar kijk. 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 Want je gaat in al die comments ga je ja, om wat dingen natuurlijk. Hè. Hij kon die druk geven uh, aan, aan, aan Omdat hij het ja. toeliet. Ja, hij kon die druk geven, ja. Maar Tijani gaat het niet toelaten weer, zeg zeggen. Ja, ik weet niet of hij zo tegen Tijani gaat. Uh... Hebben ze alle keer tegen elkaar gevochten? Recording heeft hem, uh, ja. Ja, toch? Dat moet jij weten. Ja, maar toen was hij jong, jong. Klopt, is ook zo. Ja, toen is hij jong, jong. Weet je, het is, uh, ja. Hij is nog niet op zijn top, hè, Tijani hè. Ik denk, dat we nog, nee, ik denk dat hij nog niet op zijn top is. Nee. Ik denk dat hij pas op zijn top zit, want hij is. Ik denk dat hij pas zo rond 28. Ja, 28, 29. Nee, dan zit hij echt op zijn top. Ja. Als hij door blijft ontwikkelen. Hè? Ja. 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 Weet je, wat, 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 ik denk dat met die het puur van zichzelf af. Hoe gretig is hij? Hoe graag wil hij? Nee. Nee. Nee, wat dan? Kijk, teg, technisch nee, nee, gezien. Nee, nee, nee. Okay, pa, zeg, zeg, zeg. zeg. Tijani wordt alleen maar beter als hij goede tegenstanders krijgt die hem testen. Ja. Anders word je niet beter. Nee, maar dat klopt, maar dat gaat nu gebeuren toch? Anders word je niet beter. Ja. En dat zeg ik ja, hij zal aflopen, vorig jaar heb ik ook gezegd, hij de afgelopen jaren is hij niet getest. Niet genoeg getest, laat me zo zeggen. Niet genoeg. Ja, maar hoe komt dat? dat, ik, zeg niet dat het, ik zeg niet dat het hem ligt. Nee. Dat ligt aan de tegenstanders. Dat niks aan zwakke tegenstanders. Ik wil niet zeggen zwarte, zwakke tegenstanders, ja. maar... Want ik weet joh, nog bij patch, hey, nee, patch, nee, ja, ja, patch... Nee, Patch, nee, maar dat is Patch. Patch verliest niet, hey, hey, dat is Patch. Soms kan ik het... Soms, -patch soms kan ik het... Soms kan ik gewoon ongelijk hebben. Ja. Ja. Soms, heel soms. Ja, ja. Dat had ik die keer echt. Ik dacht ja. dat Patch zou laten zien, maar... Dat, dat, patch, leng, patch. Leng, lengteverschil was ja, veel patch, te groot. Patch, die, patch, patch. Ja, ja, ja. Roep me wanneer je klaar bent. Roep me wanneer je klaar bent. Ja. Nee, maar, maar, maar hij is okay, ja, niet genoeg nee, getest. Nee, hij ja. is niet genoeg getest. Nee, nee, ik denk als hij. Maar dat heeft ook met... Ja, nee, als hij nee, types als, als Grigorian uh, zou hebben... Ja. Maar dat, 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 dat zeg ik altijd tegen vechters, over, over vechters. Ja. Als ze goed getest worden, dan pas worden ze beter. Ja, dat nee, zeg, nee, dat, ik, dat ze heb ik al zo. jarenlang over Verhoeven gezegd. Ja. Ik denk dat we nog niet eens het beste van Verhoeven hebben gezien. Ja, ja, ja. Ja. En ik zou het ooit wel een keer willen zien... Ja. Hoe meer hij getest wordt... Want hij is een paar keer getest door Jamal. Hij is een paar keer getest door uh, Badr. Eigenlijk alleen in, door Jamal. Jamal en Badr. Ja, ja Badr. But... Hij heeft zich neergeslagen. Oh? Hij Is twee keer neergeslagen. Ja, maar... dat, dat ben badr... getest, hoor. Ja, ja, maar dat dat ben ook... getest. ja, maar dat bedoel ik... Echt, 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 ja, maar ja, dat bedoel ik eigenlijk... Een halve test. Het klinkt raar wat ik ga zeggen. Hoor. Nou, zeg dan. Nee, zeg. Ja, eigenlijk verliest hij gewoon van Badr. Weet je? Ja, eigenlijk. Maar dat is een test. Ja, ja. Eigenlijk ja. een pakkie. Ja, 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 ja klopt. Hij ja. Maar, Jamal, maar kijk Jamal, dat vond ik echt. Want daar is hij echt neergeslagen, opgestaan ja. en, en ja, dat maar, doet ook bij kickboksen. Maar, maar dat is dus de, ja. de, de testmomenten. Dus ja, als, je, de test. als, je, als jij zegt van, oké, okay, Frover uh, is getest. Hoe vaak is hij getest dan? Uh, ja, ja, van Badder is hij getest en tegen. Hoe vaak nog meer? Hij is echt getest. Echt getest. Ja, twee keer. In je hele carrière? Daar word je niet beter van. Nee. Dat bedoel ik. En dat zeg ik eigenlijk in zijn voordeel. Dus ja. Zonder hem af te kraken, bedoel ik het eigenlijk gewoon goed. Dat hij nog beter is. Hij ja. kan nog veel beter worden. Ja. Maar het, je wordt alleen maar veel beter. Is ja. dat? dat? is die special forces en al die. Je wordt tussen je mind, hey. tussen, je, tussen je oren, hey. word je sterker. Ja, ja, ja. Omdat ja. je daar getest wordt. Ja. Je wordt elk getest, dus die, die mindset verandert. Dus waar jouw level ja. hier zat. En je hebt echt gehuild. En oh shit. De volgende keer ben je zit je hier. Ja, ja, ja. Begrijp je? Enzovoort, 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 enzovoort. Maar zo denk ik erover. Nee, maar dat is ook zo. Dat is, zo, zo is het ook gewoon. En dat is het ook met Tijani. Dat, ja. dat, dat, als je vergelijkt hoe Tijani getest is en. Uh, uh, ja, hoe is het bij Wanneer je je hij getest is? Grigorian, hoe Gregorian getest is. Hij is een soort. Weet, weet je waar ik om. Uh, uh, hoe ik het een beetje zie. Kijk hoe Golden Wolf eruit ziet. Yeah, <laughs> hoe heet die yeah. Golden, Wolf? Yeah, Golden Wolf? Ja, yeah, Golden Wolf. Yeah. Ja, Go Golden Wolf. Kijk hoe hij. Wolf is mij, eng, man. Ik, ik heb het gevoel dat hij door, door, door Af Afghanistan met, met, weet je, met mitrailleurs liep, weet je. Yeah. En dat soort dingen. Dat gevoel heb ik bij hem. Dat die echt getest is. Maar zelfs als hij praat, heb ik dat gevoel bij hem. Hij praat zo, weet je, zo, yeah. zo van: helaas dan. Ik ben door elke storm gegaan. Ik weet hoe het voelt. Als een balk op mijn rug geslagen wordt. Weet je, hij, hij pra, hij... Er staat gewoon echt iemand. Huh. Ben, ben je een beetje bang voor hem? Hey. Hé. Hey. 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 is Deze hey, keer. Weet, weet je wat het is? Weet yeah. je wat het is? Maar bij hem, het is ook zo als een film toch? Yeah. Die man komt vallend de ring in. Yeah. Die man beukt Jurien Dahl. Yeah. De wedstrijd is klaar en specht gewoon bloed. Ja, ja. ja, ja. Ongelooflijk. Ja, maar dat. dat, dat eigenlijk dat je eigenlijk dat gun, je men, gun je hem een tweede wedstrijd. Of misschien zelfs een derde wedstrijd. Sowieso. zo. Die gunden so. we eigenlijk wel. En dan is niet dat ik het Osaro niet gun. Ja. Yeah. Maar. Ja, hij, maar is hij, moet, hij, hij is de lichtste. Hij is de lichtste. Hij is reuze. Hè? Tegen wow. Want Osaru is ook niet makkelijk. Begrijp je? Ozaar. Ja, oh, ja. Maar ja, kijk, hij is na zijn winningstrik ook. Want ik weet nog dat ik gezegd heb van. Ja, we weten niet tegen wie hij gevocht heeft. <laughs> we, we weten niet tegen wie hij gevocht heeft. Ja. misschien ja. is de een of andere jij, een paddenkoek. Jij komt tijd de met de, 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 de Tavares niet in zijn goede doen. Ja, nee, maar. maar ik zei nog tegen jou: de manier hoe hij Tavares ja. eruit loopt, de manier. <laughs> Over tevoren gesproken, ik zag hem in het ziekenhuis. Ja? Ja. Oh ja, ik toen wilde moest, nog, er was Toen wat. moest iets geopereerd worden of zo, waar hij ja. al heel het mee, mee liep, zei hij. Ja, ik wilde en hem nog wat nu... vragen, want ik hoorde hem, hij sprak met iemand anders toen bij die, uh, bij die loting, toch? Ja. Hij sprak met iemand anders, toen hoorde ik hem ook zeggen: van ja, gaat wel, maar er, er, er zou iets gebeuren. Maar hij was in gesprek toch, dus ik denk van ja, weet je, ik ga er ook niet zo blijven luisteren. Ja, ja. Ik denk, ik vraag hem later wel, maar. We waren al weg en al dat soort mm, dingen. Ja, dat mm, okay. ja, hij is geopereerd. Ik zag wat foto's en uh, mm. ik hoop dat hij gauw beter wordt. Ja. Want dat gun je natuurlijk niemand die. Hij uh... ja, is wel een persoonlijkheid die ook daar echt tussen. Uh... vind ik wel. Ja, ook al sowieso. wordt hij gekraakt en sowieso. weet ik wat allemaal. Sowieso. Ik vind dat hij er wel bij hoort. Bij ja. die light heavyweight. Ja. Daar moet hij gewoon bij horen. Hij, ja. hij zou hem voor een verrassing kunnen zorgen of wat dan ook. Ja. Maar goed, ja. even Mutassa. Hé, hey, hij een mooie partij, Het was wel een zware mooie pot. Ja. Een zware pot, maar, uh, ja, goed, uh, ja, die jongen doen het Ik vind goed dat je te weinig belicht wordt. Ook hier in Nederland, hè? Ja, ja sowieso in Nederland, maar ja. Ze zouden hem meer moeten belichten, Boetassa. Ja. Maar is het, niet, is het niet, kijk, is het niet dat dat soort gasten ook. Uh, uh, yeah. En wie dat wat grappig is? Ja. Ze hebben bijna tegen elkaar gevochten, Damian en Boetassa. Ja, hè? Ook oh, dacht dat ze het wel hadden gevochten tegen ze elkaar. Ze zouden gematcht worden. Oh. Maar dat ging op een gegeven moment niet door. Yeah. Ja. Ja. Kijk nagaan hè, sommige jongens waar hij mee getraind hebt, die zijn nu in glorie en dan ja. had hij ook gewoon tussen kunnen zitten. Dat vind ik ook van Dingers man, smiley. Ja. Maar die komt er nog. Ja, maar omdat die visie is nu een beetje... Oh ja, ja. nee, kut, ja niet wat je zegt, ja. Ja. Die, 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 die visie is weg. Ja. Ja. dat is zonde ja. Ja, Het is bijna 1FC zou je dan... Ja, dat is zonde. Ja. Maar ja, maar die 1FC gasten, kijk... Eerst al zie ik wel af en toe weet je, zie je hem voorbij komen zeg maar, in Nederland. Niet genoeg. Maar je het niet uh, genoeg? Niet genoeg. Weet je, bij andere gala's of bij Glory. Ja, niet genoeg. Ja, ze, ja, ze zelf ik vind het zonde. Ja. Tuurlijk moeten ze zelf aan die kar trekken. En hun manager zou ook aan die kar moeten trekken. Maar ik zou veel meer willen dat die jongens meer op zouden ja. vallen in Nederland. Maar misschien moeten we hun vaker hier hebben ja op de bank of bij Warrior je toch gewoon dat soort die one of zich. nou eerstel is wel geweest toch eerstel waar bij ons op ja, de ja, bank en zo. Ja, ja. maar ze moeten ja in Nederland vaker ja. Uh... ja. Halman zou ze uit moeten nodigen. Fernando uh, ja. ze moeten bij Funnix gaan zitten. ze moeten ja ja ze zouden meer aandacht moeten Met krijgen de hele en ze verdienen misschien. ze verdienen ook meer aandacht. ja want ja, de prestatie die ze leveren zijn, ja, zijn uitzonderlijk. ja ja toch? ja ja helemaal daar ja Butassa ja maar goed gevochten Butassa ja. uh, komend weekend wie heb je komend weekend is UFC ook okay? hè ja, ja. ja Volk ja ja en vecht tegen Topuera ja ik ken die niet zo goed die... ik heb hem wel zien vechten en die ja. jongen is best goed ja. heel lang moet zeggen hij is heel goed heel goed ja volgens mij gaat hij gezegd van ik heb sinds mijn 21 geen suiker meer gegeten ja Pas wanneer ik kampioen ben, geef ik weer suiker. Yeah. Ja? Ja. Ik oh, wil niks horen. Wat denk je? Wat, wat Volkanovski ja, die... is een, ook een uitzonderlijk talent. Ja. Yeah. Uitzonderlijk. Ik heb hem in chokes gezien, in problemen gezien. Ja. Yeah. Maar die op. laatste keer kon hij niet. Uh... Nee, de laatste keer was, was, was jammer. De laatste keer was jammer. <laughs> ja, ja. Hé, <Hey>, Boys. <laughs> <laughs> ja, denk, ik wilde net zeggen. Ja, dat was. Uh, nee, maar dat die kan andere, echt niet. Andre, dat, die, ja. andere boys, ja, die andere ja, boys. Ja, ja. Die andere boys zijn next level. Die zijn ja, next level, ja. <laughs> ja. Ja. Maar goed, um, ja. um, dit ook Dibbog weer, hè? Yeah. Uh, wat, 17, zaterdag is toch UFC? Ja. En uh, in maart, begin maart, ik weet niet hoeveel maart, begin maart, de Rozenstruik. Oh ja. Ja. Rozenstruik. Lang geleden. Ja, hè? ja. Wat, wat is. Okay. Hé, hey, is hij nog met dingens? Is hij nog met uh, Michael Babs? Wat? doen, wat? is niet. Vroeger zag ze altijd samen trainen, toch? Zou dat wat gebeurd zijn? Ja, ik zie ze, ik zie, ik, gewoon, je ziet niks meer van ze. Vroeger zag je hij, hij posten van hem. En, oh, al heel zouden, lang niet, toch? Zouden ze al elkaar zijn? Jij ja, toch? Ja, ik weet het niet. Maar ze zijn al heel lang maar ja, Misschien omdat mee, ze hoor. niet bij elkaar zijn nu, omdat hij nog niet gevochten heeft. Oh ja, misschien dat, hè? En nu moet hij weer verder. Ja, Suriname, en, want Dinges is, is nu in Amerika altijd. Hè? Wie? het is trainer toch? Van, uh, of, uh, weet je die dingen? Michael uh, Babs. Babs, uh, ja. is hij nu Amerika? Ja, toch? Niet altijd. Ik zie hem altijd in Amerika, petsen en dit en dat. Uh. Hmm. Je ja. moet even een belletje plegen. Ja, ja, ja. Ik kan zal hem even bellen. Ja. Ja, van hoe en wat. Ja. ja, maar ja, Rozenstrijk ook weer. Ja. Lang niet gevocht, ik weet niet even. We, of... We, weet, weet je wat ik nu weinig hoor nu? Uh, er, er was even ophef over, nou, ophef. Er werd veel gesproken over sprong. Ja. En nu is het weer stil. Ja, ja, ja. Onderhandelingen niet goed? Ja. Ik, ja, er moet toch een vervolg komen? Ja. Er moet toch iets gebeuren daar? Want anders ja. blijven het maar stil, stil, stil en uh, op een gegeven moment praten we niet meer over. Ja, jaren vliegen ook voor. Ja, ja, sprong eigenlijk nu, je het zegt ja. 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 Maar, maar, ik... maar die verhalen die er waren, ja, er waren eigenlijk geen, Het enige verhaal wat er was, we zagen hem trainen bij Said. Of dat, met, dat, je... dat kan al heel veel speculaties geven. En dat waren ook allemaal speculaties. speculaties ja. Ook omdat zij versterkt het versterkte een beetje, weet je, van hé, hey, hij met al gesproken. En wat denk je? Uh, nou, hij moet gewoon weer gekickboksen ja. en bla 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 bla. bla. Dus uh, er was voer om, voor speculaties. Oh ja, dat is bij Warrior Talk ook. Hè? Ja, dat zei hij, dat ja. zei hij daar. Dus, dus ja. ja, ik zeg van. Uh, er moet nog meer over gesproken worden. Of ja. er moet weer opgehaald worden. Of... Wat is de outcome? Ja. Yeah. Wat is de outcome? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Yeah. Maar die zijn ook allemaal in Thailand. Die Saïd. de hele SB gym. Goed dat je erover begint. Hoezo? Warte. Iemand stuurde mij. Iemand stuurde mij een yeah. een een, 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 dingels, een bericht. Ja. Yeah. Dat Jamal daar is. Thailand. In Thailand. Iemand stuurde mij een bericht ja. dat hij daar gesignaleerd is met Saïd. Ja. Hey, hey. Zou het betekenen dat hij weg is bij Mike? En het is nog niet naar buiten gekomen. Ja, nee, maar kijk, op, op, kijk, gaan we weer een beetje door. Maar precies, ja, precies wat je zegt. Kijk nu dat hele, kijk nu je dat helemaal zegt. Kijk, Mike zei ook, want dan, dan, ik snapte veel dingen niet hoor bij Warrior Talk. Je kon niet vrij praten, maar Mike zei ook van ja. Lot in ja, Klopp, bla bla bla. Het leek net of hij niet goed opnam voor Jamal. Maar op een gegeven moment zei hij: van ja, maar ja, weet je, Jamal, de consument bepaalt. Ja. Ja, en de consument, iedereen weet dat iedereen wil Jamal erin hebben. Ja. Weet je, dus uh, ja, hij, leek, hij leek een beetje. Terughoudend, en dan weer meegaan, weet je, dus uh, uh, misschien er uh, uh. Iets, speelt er ook iets daar. Nu zeg je, ja, sowieso, hoe, hoe is Jamal in, in daarop met Said? Ja, misschien was hij gewoon op vakantie, ziet hij Saïd trainen met Nabil, en, uh, of... Nee, ja? en, nee, 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 nee. Dit, dit, dit is een vooraf... Hij kan ja niet maar daar zijn. Nee, natuurlijk niet, nee. Ik ben niet gek. Zelfde plek aan Ik alles. Ik ben niet gek. Ja. Ja. Ik ben niet gek. Ik heb wel veel filmpjes gezien en zo. Er -zo, sommige zoveel grappige. <laughs> Hoe heet die? Iemand, iemand Hadar. Ja, Die, iemand de, die, had die is ook daar. <laughs> die, die is ook daar. Maar, ja. maar ja, had een filmpje is hij aan het petsen, maar dan geeft hij een trap en dan valt hij. Uh -huh. En ook een, uh, een filmpje daar rennen ze uit het water in de zee, maar dan strak hij ook zo. Maar dat hebben <laughs> ze zo achter elkaar gezet met een liedje. <laughs> Ziet er echt grappig uit, joh. <laughs> ja, dus, ja. Hij zou ook ja. weer moeten vechten, iemand Hadar. Ja. Hè? Ja. Iemand, iemand zei een keer iets over. Uh, over bij One FC zijn er heel veel mensen getekend. waardoor je niet iedereen. Uh, uh, kan laten vechten op elk gala. Oh, ja. Yeah. Het zou toch niet zo zijn bij Glory, hè? Ja. Uh, yeah. Want dat je te weinig events hebt, te veel gasten. Dat ze uh. niet aan de bak komen. Hey, welk gewicht is hij? Welk gewicht is hij? Iemand daar? Min, Min 95. Min 95. Hij loopt rond op uh, misschien uh, 100 kilo, oh, maar okay. hij is min 95 of Oké. Okay. Dus dat, mensen. Hij maakt je dus eigenlijk ook nog in die lijst. Dat bedoel ik. Ja. We gaan hem afsluiten. Ja. Hij was weer gezellig. Ja, het was weer leuk. Veel besproken. <laughs> ja, ja, ja. En uh, blijf, ons voer, blijf ons voeden. Ja. En er was afgelopen heel veel ophef. Heel veel comments, heel veel ophef. En uh, we gaan ervoor zorgen dat die ophef uh, blijft gaan. In, in, intact blijft. Als wij iets zien, gaan we erover praten. Ja, sowieso. Als we iets zien, gaan we erover praten. Ja, ja. Dus, ja. Uh, hey, ik... mensen, tot de volgende keer. Blijf ons steunen. Ook onze sponsors. Ja. Knock Out. Knock Out. Ik ben vrijdag Knock daar. Knock Out. Ben je vrijdag geweest? Nee, ik ga vrijdag. Ga ik. Aanstaande. Waar ga je naartoe? Ja, met Munier okay. Met Oké, okay. oké. Okay, okay. ja, ja, ja. Denk ook aan uh, XXL Nutrition. Ook ja. onze mannen. Denk aan Attila. He? Fight Gear Equipment, toch? Ja. Ja. Vergeet ik iemand? Nee, toch? En denk ja. ook aan Remy en Barinho. En hey mensen, tot ziens. Oos. En blijf netjes en blijf gezond. Later. Hey wil jij de hele aflevering bekijken? Check hem dan op warriorcode.com. Het leven zit vol uitdagingen. Versport helpt jou daarmee om te gaan. Het geeft veel zelfvertrouwen. En het leert je te beheersen. En het is vooral gezond en leuk. Samen met het Jeugdfonds Sport en Cultuur maken wij versport toegankelijk voor iedereen. We it, we Vind de sportschool die bij jou past op warriorcode.com. Doe mee.